Wij gaan zo meteen naar Konuku Kakavers en ik mag mee. Dan kan ik met eigen ogen zien hoe enthousiaste mensen met weinig middelen onder moeilijke omstandigheden zonder subsidie een dierenpension runnen. De pick-up staat klaar, volgeladen met dierenvoer, mogelijk gemaakt door allerlei giften van mensen met het hart op de juiste plaats voor dieren. En zonder het organisatietalent en het enthousiasme van Brechtje was het niet mogelijk geweest. Het was een goede kerstgedachte, weliswaar een beetje verlaat door de weersomstandigheden. En ik ben blij dat Bonaire Bungalow Park exclusief daar een klein steentje aan heeft bij kunnen dragen. Nou, wij waren bij Boko Anima bij de indianentekeningen aan het kijken. En op een gegeven moment hoorden we een hond blaffen. En wij dachten eigenlijk dat het een loslopende hond is. Dus we hadden zoiets van, nou ja, voorzichtig aan een beetje. Maar ze bleef maar op dezelfde plaats staan. Dus toen zijn we er naartoe gegaan en toen bleek dat ze aan een heel kort touwtje aan een struik gebonden stond. Dus toen hadden we zoiets van, ja, dit is geen loslopen, of tenminste geen wilde hond of zo. Dus toen zijn we er naartoe gegaan, maar toen begon ze wel een beetje te blaffen en te grommen. En een beetje, dus toen hadden we water bij ons, maar geen bakje of zo. Dus hebben we een bak van onder de auto gepakt en hebben we water in gedaan. En ja, steeds dichterbij gedaan. Nou, toen ging ze drinken. En toen konden we heel voorzichtig wat dichterbij komen, zeg maar. Dus ja, dat vonden we heel zielig natuurlijk. Dus toen hebben we een schoonzus gebeld en die heeft de FKK gebeld. Want wij wisten niet van, ja, kunnen we er benaderen of niet. Dus die zouden erop komen halen. Maar in de tussentijd bleek dus dat we wel een beetje bij de konden komen. En toen zachtjes aan konden we er aanhalen. Maar het was heel warm. En toen hebben we in de auto gezet met de airco aan. En ja, dat vond ze wel heel fijn. En toen kwamen ze van de FKK, die hebben er meegenomen. En toen hadden wij gelijk zoiets van, dit is echt wel een hele lieve hond. Want ze was echt gewoon, toen we ze helemaal konden benaderen, was ze super lief. Dus toen vroegen we dan dat ze de volgende dag mochten komen kijken. En dat mocht natuurlijk. Dus in de tussentijd hadden wij al zoiets van, als dit een adoptiehond wordt, dan willen we haar eigenlijk wel hebben. Dus we hebben thuis al een hondje uit asiel. En we zijn al een tijdje dat we zoiets hadden van, we willen graag een hondje erbij. En toen hadden wij zoiets van, dit moet gewoon zo zijn. Dat stond gewoon een soort van op ons te wachten, zeg maar. Dus toen zijn we gaan kijken de volgende dag en hebben we dat aangegeven. En het is gewoon een schatje. Ik zeg al, het moet gewoon zo zijn. Ze stond daar gewoon en we vonden het zo zielig. En ze is gewoon hartstikke lief. En we zijn een aantal keer geweest, we hebben een paar keer meegenomen. En ze hoort gewoon bij ons, klaar. Ja.